Hey Dirk, wat maak je me nou klaar? Ben je daar de hele dag voor op stap geweest voor dat moedige zootje? Doe me dan lol, vader, begin je nou alweer. Dan had er nou niemand een klein beetje rommel liggen. Dan ik je van vertellen, dan sleepte ik vroeger naar weg uit één huis. De mensen doen niet veel oude rommel meer weg tegenwoordig. Oh nee, ik zal jou eens wat vertellen. Als jij een klein beetje handelen wil doen, dan zou je je waffel open moeten doen. He? Je moet schreeuwen, brullen. He? Die vrouwen die zitten naar Veronica te luisteren, die horen jou niet langskomen. Ik heb mijn strot rauw geschreven. Hou nou alsjeblieft op, wat krijgen we nou? Dat moet je nou zien. Wat is mijn lood? Dan heb ik je nog zo gezegd, hou een oogje op het lood. De mensen hebben geen lood. Ze hebben wel lood. En koper? Zie jij koper, zie je koper. En koper hebben ze ook niet. Ja, koper en lood hebben ze wel. Ga jij het paard dan maar voeren? Hallo. Ik ben bezig. Je ziet toch dat ik al bezig ben? Ja, dat is ook zoiets. Jij van wel als die knols. Ja. Hoe wil je nou goede handel op doen als de paard niet in goede conditie is? Ach man, let jij maar op het magazijn hier, hè? En hou ik maar een oogje op die kar in die knol. Ja, dat paard moet vreten, net als jij en ik. Hij hoort bij bedrijfskapitaal. En als je nou eens ophield met het zeuren over het paard? Ja. Dat beest kan niet zeggen hoor, wanneer die honger heeft. Oh jawel hoor. Oh, jawel. Zij wel hoor. Zo'n hebberige holle vreedzak moet er worden. Hey. Klein beetje minder kan ook wel, hè? Ja. Je moeder vond ook al dat je zo grof werd in je mond. Zulke uitdrukking hebben wij je niet geleerd. Hè? Ja, ik ben netjes voor je. Nee, ze zal niet hebberig in een vleedzak zijn, hè? Ja. Jij wilt dat ik van die kar afkom, niet? Ja. En langs de huizen ga. Ja. Nou, maar ik heb het lef niet. Want ik heb mijn rug niet omgedraaid of het heeft al een halve hegge erbek. Mond, hè? Mond. Nou, help eerst die kar. Even aflaaien. Moest toch het paard gaan? Ja, dat kan wachten. Help nou eerst even aflaaien. Een mooie troep. Oh, nou, rustig. Ja, zit hem uit de kant. Zo. Hartstikke dijk. Die van even nemen. Dat is het grootste broek. Hoi, op! Rustig. Ja, maar dan maar. Zo, ja, ik ga zakken. Hoep. Met de gaan zou je niet opvallen. Nou, moet je eens kijken. Ja. Die neemt een beetje handel mee. Zeg maar dankjewel tegen het paard van je. Hè? Ik zet het ding eventjes op het trottoir. Ik draai hem om af te rekenen met die vrouw. Hein! Holle Vreedzak heeft zijn tandjes erin gezet. Bal heeft. Mag ik even? Niks waard is ze. Sloom, aftans. Ja. Zou dat me laten veilen als ik jou was op de antiekbeurs. Origineel 17 eeuws. Ah, je hebt nog nooit hard voor het paard gehad. Je hebt altijd een hekel aan de gat, of niet soms? In de grond niet hoor. Nee, in de grond niet. Maar zoals jij er hebt opgevoed wel, ja. Het is een viezerik. Vandaag proberen ze weer een schop te geven. Nou, ik geef er nog gelijk ook. Ze weten precies wie ze trappen moet. Ja. Als je met haar omgaat zoals ik, dan gebeurt zoiets niet. Jongen. Maar zal ze niet trappen hoor. Maar natuurlijk niet. Je hebt er verpieterd met snoepjes en suikerklontjes. Ik? Ja. De hele gebit is verrot. Nou, als je dat noemt een paard goed behandelen, de gebit wat er verrot. Dat komt helemaal niet van die snoepjes. Dat beest raakt een beetje op leeftijd en dan gaat het gebit rot. Ze is rot van top tot teen. De beendermeelfabriek is het enige wat ze nog goed voor is. Wat is dat? Wat heb je hiervoor berekend? Ik zit van alles in. Ja, wat heb je dan berekend? Wolf diverse. Heb ik je 16 meegegeven? Heb je er al handel mee gedaan of heb je het over de balken gesmeten? Hoe zit het nou? Handel. Ja, nou heb ik jou. Wat ben je toch een rare scharrelaar jij? Heb ik jou 1000 gezegd? Eerst controleren. Dan wegen en dan afrekenen. Ik heb een daalder gegeven voor het hele swikkie. Huh? Dat is niet slecht, maar in vervolg toch eerst sorteren en dan wegen en dan pas afrekenen. Ik denk allemaal dat je in het vak al beheert.
Hier zo. Moet je goed allemaal luisteren, hè? Hey. Dat gezanik over het paard, dat gemuggenzift over de handel, dat ben ik beu, begrijp je? Nou, ja. Klim naar mezelf op de bok, hoor. Ja. Ik zal wel op het magazijn passen. Ja. Ik heb er helemaal geen bezwaar tegen om hier de hele dag kopjes koffie te gaan zitten lurken. Klim gerust zelf op de bok als je het zo goed kan. Ik ben er lang beu, hoor, de hele dag tegen die mottige paardenbillen aan te zitten kijken. Ga maar gerust, vanaf morgen. En je weet net goed dat ik dat niet kan met dat been. Oh ja. Zijn we weer zover? En nou, je op met je gezeur, hoor. Dan gooi ik de hele boel erbij neer. Ik heb al lang tabak van jou, het paard, het magazijn, die knol, die kar, alles. En wat zou jij dan willen beginnen? Oh, baas, je maakt je daar maar geen zorgen over, hoor. Nee. Ik fix het wel. Ja. Is mij een hele mooie betrekking aangeboden. Mijn neus uit. Ja? Ja. Een hele mooie betrekking. Ja. Met geen chagrijnige vader en geen afgestorven paard. Nou, daar kijk je van op, hè? Mooie betrekking. En van wie dan wel? Dat doet er niet toe. Ja. Ik denk dat ik het paard maar even ga voeren. Nee, jongen, maar jij gaat toch geen betrekking aannemen. Hè? We hebben hier toch een bedrijfje om je vinger en duim bij af te likken. Je mag hem hebben van me. Ja. Nou, knijp je hem, hè? Of niet? Ja, maar jongen, laat ze nou eens, Dirk. Jij gaat toch geen betrekking aannemen, jongen? Hè? Wij hebben een eigen bedrijfje met uitdreigingsmogelijkheden. Dan moet je daar nog maar afwachten. Hé, hier zit je goed. Hier ben je zelfs compagnon. Nou, er zijn maar weinig jongens op jouw leeftijd die compagnon zijn in een bloeiende zaak als deze. Ik ben 35, vader. Nou, dan zeg je het zelf. 35. Met nog een heel leven voor je. Nou, als ik 35 was, dan schopten ze me met geen stok van die bok af. Ha, dan trok ik er blakend op uit. Met een karretje, de straat erin. Handel ophalen met dat paardje daar. Als jij 35 was, trok je er niet blakend op uit met het paardje daar, want toen bestond het paardje nog niet eens. Nou ja. Hoogstens trok je erop uit met het vorige paard van ons, en het was een heel wat beter exemplaar dan die aftanse knol waar ik het mee moet stellen. Oh, wel ja. Wel ja. Geef Frieda de schuld, dat bezie. Dat doet al het werkvolk wat zijn vak niet verstaat. Die geeft de schuld aan het gereedschap. Weet je wat jij bent? Weet je wat jij bent? Je bent een mislukkeling in het vorden- en benenvak. Ja, dat vind ik leuk gezegd. Ja. Dat vind ik erg leuk opgemerkt over je eigen vlees en bloed. Ja. Na al die jaren ben ik er eens een mislukkeling in het voor de benen vangen. Zo erg bedoel ik het ook weer niet. Waarachtig wel. Nee. Ik hoor het toch zeker zelf. Jij zegt ik ben een mislukkeling in het voor de benen vak. Maar wie hebben dat vak geleerd? Jij. Ja. Wil je het wel eens even onthouden? Als ik een mislukkeling ben in het vorderen benenvak, dan komt dat omdat jij een mislukkeling bent in het vorderen benenvak. Wat? Misschien zijn we allebei wel een mislukkeling in het vorderen benenvak. Zouden we je allebei mee afnokken? Durf jij je vader een mislukkeling in het vorderen benenvak te noemen? Hebben jullie nog helemaal geen eerbied meer voor de ouderdom? Dat is de makker van de jeugd van tegenwoordig, weet je dat? Kaffers die jullie zijn. Ja, zoiets durfde ik tegen mijn vader vroeger niet te zeggen. Daar heb ik een klap voor mijn harses gehad. En als ik in mijn geboorte werd ging, zou ik jou ook nog even een optater geven, weet je dat? Kom eens, doe dan, kom eens. Nee. Je bent veel te zachtzinnig opgevoed. Mijn vader die spaarde de roede niet, weet je dat? En dat had ik ook niet moeten doen. Je bent hier zomaar in de zaak gestapt, hè? Als zoon van de directeur, hè? Ja, jij bent niet begonnen onderaan de maatschappelijke ladder, zoals ik. Hier. Alles van die zaak. Van jou, hè? Dan komt er een dag dat dood en begraven zal zijn. En het zal echt zo lang wel niet meer duren. Kom, als wij verder die karren gaan aflaten. Ja, ook wel goed. Ik moet met jou op uit. Ja. Maar Dirk, jij neemt toch geen andere betrekking aan, hè? Je laat je vader toch niet in de steek. Ik heb hier alles opgebouwd, jongen. Met mijn eigen handen. Voor jou. Voor jou. Hè? En als ik er dan niet meer ben, dan krijg jij een zoon. En dan hoef je niet eens het naamwoord op de deuren meer te veranderen. Dat staat er al, stiefbeen en zoon. Ja. Natuurlijk, alleen ben jij dan stiefbeen en hij is de zoon. Bij mijn weten heb ik nog geen zoon. Nee. Ik heb nog niet eens een vrouw. Nou ja, jongen, maar neem er dan een. Ja, ik hunker naar de dag dat ik jou nou uit kan huwelijken. Ja, echt waar. Dat hier zo. Hè? Daarom heb ik ook nooit die bovenkamertjes verhuurd. Stel je nou eens voor daar een bruid over de drempel te dragen. Hè? Zo waar. Geen Jesusa of geen toestand met het huisvestingbureau. Je kan er zo in trekken. Wie wil hier nou komen wonen? Wat? Zo'n romantisch flintje? Wat wil jij daar al meer? Ah, maar Dirk. Jij gaat toch geen betrekking aannemen. Je kan mij toch niet in de steek laten? Nee dan? Jij blijft toch lekker bij je vader.
En dan trek je met je vrouw bij mij in. Ja, ah, van mij zijn je geen last hier, hoor. Nee, ik blijf beneden slapen bij het paard. Je zal me niet eens zien. Nou ja, goed. Of jullie moeten me natuurlijk boven roepen, niet? Ik zie mezelf nog niet getrouwd, vader. Ik kan geen meisje tegen het lijf lopen of ze vragen wat doe je. Ik zeg, nou, lomp en oude metalen, hebben ze meteen tabak van me. Zeg, vertel maar eens even. Wat is er tegen het lomp en metalen vak? Hè? Huh? Zijn wij geen ordentelijke mensen? Zijn wij geen goede leden van de maatschappij? Huh? Als wij er niet waren, bleven die mensen met de rotzooi omhoog zien, dan weet je dat. Dat mag je tussen zijn tijd wel eens zeggen tegen zo'n juffie. Nou hebben. Zeg, wat heb je hier een mooi handeltje, hè? Hey, Dirk, waar heb je dat op de kop getrekt? Piet, dat madrassie. Ja, een of andere oude taart in de Spanjaardslaan. Ja. Laat er een daal ervoor hebben. Ja, dat heb je er niet gegeven, hè? Ja, tuurlijk niet. Slot van het liedje was dat ze me een gulden gaf om mee te nemen. Nee, dan ben je toch niet zo mislukkelijk als dat je vader dacht, hè? Help eens even. Even afleggen. Even kijken, man. Even. Laat maar niet, jongen. Hey, yeah. Dat ziet er goed uit, hè? Dat is kwaliteit, hè? Dat is kwaliteit. Eens even kijken, hoor. Oei. Hey, dat maakt me een best matrasje, zeg. Hey, Dirk. Hierop. Keurmerk van de Consumentenbond zit er nog op. Ik zie eens wat vertellen, jongen, dat is een knap patrasje. Dat smak ik op mijn eigen bed. Nee, ja. Moet ik misschien morgen ook nog een Lovisijse bedhemeltje en dan bieden mij een nachtkastje voor je versieren? Ja, doe nou niet zo kinderachtig. Maar, als ik een klein beetje fatsoenlijke handen meeneem, dan pik jij het in. Zo kan ik toch geen zaken doen? Je bent net een oude hamster. Ja, jongen, maar ik probeer alleen maar een fatsoenlijk huishouden voor je op te bouwen. Je wilt er niet hebben dat je vrouw in een rot komt. Wat wil je me nou klaarmaken? Hey, wat is dit? Nou, ik zou haast zeggen, het is een schotel. Ja, dat zou helemaal niet meer staan aan de muur, hè? Ja, wat moet je nou met een schotel aan de muur? Zulke dingen, daar eet je van, daar zijn ze voor gemaakt. Je pakt toch ook geen behangselpapier op tafel? Ja, ik begrijp jou niet, je bent een oppotterige oude man. Ja, maar dit is echt een schotel voor aan de muur, hoor. Vind ik. Nou, heb ik altijd gedacht dat het erom ging om boel te kopen en dan weer te verkopen. Maar jij wil altijd alles houden wat ik binnenbreng. Nou, jongen, deze... Dit soort schoteltjes verkoop je niet, Dirk, zo'n spulletjes. Dan moet je eens even een blik werpen op dat glazuur. Hier, dat is echt iets voor een verzamelaar. Ik zal jou eens wat vertellen, zo'n stukje oud Delfts blauw hebben wij nog nooit over de vloer gehad. Oud Delfts blauw? Ja. Maar je hebt een bril nodig. Saxisch is het. Saxisch? Nou ja, jij hebt helemaal geen verstand van aardewerk. Genoeg om te weten dat dit Saxisch is. Geen sprake van. Zeg, onderlaatst met de Chinese vaas heb ik je toch ook mooi tuk gehad, hè? Welke Chinese vaas? Die Ming-dynastie waar jij van vol hield dat het een Tang-dynastie was. Was het dan? Niet, het was een Ming. Als je nou nog had gezegd een Song, hala. Maar wie een Ming met een Tang verwart, man, dat scheelt notabene even. Kijk, daaraan kun je nou zien dat jij geen deskundige bent. Okay. En toch komt dit aan de muur. Nou, je doet maar, ik ga het paard voeren. Ja. Verrek, heb je de wijze nog niet tevreden gegeven? Ja, begin nou niet weer opnieuw, hè. En plunder die handel niet verder. Dat moet geld opbrengen. Je hebt nou die matras en die schotel, zo is wel genoeg, hè. Ja. Het is genoeg, want ik neem die betrekking aan, of ja, aan. Ja. Jij maar het paard voeren, alsjeblieft. En ik keer straks de kar om, hè? Voor morgen. Alsjeblieft. En bij jou van mijn tanden. Kijk toch ook, snoepjes? Nou, moet je eens even kijken. Leuk gaaf. Dat is lekker van een... Hey. Dat zou ook niet gek zijn aan de muur. Maar een metertje. Werkt ook nog. Elkaar. Nou. Oeh.
Heb je uitgevoerd? Niks. Wat hoorde ik dan voor gedreun? Gedreun? Helemaal geen gedreun gehoord. Ja, je hebt weer wat opgehangen, hè? Ik? Maar joh. En ik hoorde toch ergens dreunen. Oh, wacht, nee, ja, dreunen. Ja, dat is logisch, hè. Ik heb even dat schoteltje opgehangen, dat stukje oud Dellers blauw, weet je wel. Saxies. Nou ja, goed, jongen. Saxies, dat bedoel ik ook eigenlijk, ja. Ja. Hm. Had je weer op de kar laten staan, hè? Dat kan ik weer mee naar binnen brengen. Ja, jongen, dat been van mij. Ja, schiet dan maar op, hè. Kom. Laat even dit uitzoeken. Het boek zegt, laat me koud. Ik ben connoisseur, ik heb praktijkervaring. En zet hem alsjeblieft weg, die fles, hè. Hoe kan ik nou een wijnkelder opbouwen als je altijd alles wil opdrinken? Hoe staan we met de Joegoslavische Riesling? Joegoslavische Riesling? Hebben we niet. Nee? Mooi. Dan gaan we er eens een fijn flesje van aanleggen. Huppatee. Wat je achteraf? Ongedateerde Beaujolais. Ongedateerde Beaujolais. Ja, Beaujolais. Alsjeblieft. Hij is ook bijna vol. Nou, mooi. Dan komt hij nou helemaal vol. Hm? Ja. Nou, even kijken, jongen. Wel, alle mensen, wat een stelletje vuile, smerige vuilbuiken. Saloos. Paraffine. Ze hebben de paraffine ingedaan, mijn hele fles Beaujolais naar de knoppen van het gevoel jaar over gespaard heb. Dat heb ik jou wel direct gezegd. Open drinken en leeg drinken. Dat is niet waar, jij wou die Chambertin-soldaat maken. Joop, Joop. Hoe mensen op het smerige idee komen. Joop, had jij hem niet meer lust? Aan wel vies peuk. Wat? Lekker doen. Nou, ik zal je eens wat vertellen. Proef nou eens, je smaakt helemaal, proef helemaal niet naar die paraffine. Weg alsjeblieft, ik ga me helemaal niet bederven met die smerige rommel van jou, hè. Hmm. Ja, wat jij er toch voor eentje bent, ik begrijp het niet, hoor. Hoe jij ooit aan een zoon als ik ben kunnen komen, hè. We lijken er niks op elkaar. Ja, lijkt ook op je moeder. Hij besnaard. Ze was ook niet voor niks bewaarschooljuffrouw, hoor. Met je kaart? Hmm. Oh, wacht eens even. Over kaars gesproken. Jij had het over het rotte van Frida der gebied. Ja. Daar heb ik eens over nagedacht. Ken je niet? Hoezo? Ik eet ook snoepjes. En dan moet je even kijken. Hartstikke gaaf. Ja, mooie kunst, je hebt een vals gebied. Kunst dan de rotte niet? Oh nee? Ja, tuurlijk niet. Nou, dan geven we Frida toch ook een kunstgebied? Stuur hem maar naar de beendermeelfabriek, hè? Dat is het enige wat er goed voor is. Het idee. Geld weggooien voor een kunstgebied van een paard. Je zit toch ook stommelingen ook tegenwoordig, hè? Ja. Dat wringt een fles helemaal uit. Het weet dat je dat laatste beetje nooit mag uitschenken. Hé, hey, verstaat die geld? Ja, ja. Mag je me nou? Hé, hey, dat is jonge klaren. Geef de fles jonge klaren, hè? En een lappie. Waarvoor? Om de trechter schoon te maken natuurlijk. Ik heb er net rode wijn doorgegooid. Dan kan ik er toch een jonge klare door gaan gieten. Dan komt hij er roze uit. Er is toch geen gezicht? Ja, hey. Hier heb meer in gezeten. Hé? Ik zeg, hey. Hier heb meer in gezeten. Ja, daar hoef jij mij niet zo voor aan te kijken, hoor. Daar moet ik jou wel voor aan kijken. Want ik had een streepje gezet op het etiket, hier. En de klare zit nou nog maar tot hier, dat scheelt 5 centimeter. Dat zal verdampt wezen. Verdampt? Ja, en ik weet waar naartoe. Je hebt er weer aangezeten, hè? Ik op die kar zit en jij onderhand van mij je neef lurken. Dat is toch wel het toppunt. Weet je dat? Maar het is nou genoeg geweest, hoor. Ik schijn er mee uit. Ik denk niet mooi. Het was maar zo'n klein rotslokkie voor mijn rheumatiek. Mijn benen hadden het weer op hun heupen, Dirk. Het is mooi geweest, hoor. Dit is een druppel die de emmer doet overlopen. Het is toch wel het toppunt. Stelen van mijn wijnkelder. Je bent nou net even te ver gegaan, vader. Dat neem ik niet meer. Ik nok af.
Ik laai mijn deel van de spul op en ik neem die mooie betrekking aan. Nou, Dirk, je kan je oude vader toch niet in de steek laten, hoor. Ik kan het toch niet alleen aan. Dirk, doe me nou een plezier en neem die betrekking nou niet aan, Dirk. Ik kan het toch niet alleen. Hey, morgen zie je de dingen heel anders. Dirk, je hebt een vermoeiende dag gehad. Loop me niet voor mijn poot, alsjeblieft. Dat heb ik al veel eerder moeten doen. Afgelopen, uit. Dirk, luister nou eens even. Ik zal nooit meer aan je wijnkelder zitten. Ik beloof het. Laat me nou niet in de steek. Nou, als dat het enige was. Ja. Maar ik ben 45 jaar vader. Ja. Als ik er nou niet tussen uittrek, dan komt het er nooit niet van. Ja. Ik heb daar een prachtige toekomst voor de ogen. Die man die ziet iets in mij. Die wil geld in me steken, die vindt dat ik het heb. He? Ik heb daar een prachtige toekomst. Ja. Ja. Ja, maar Dirk. Dirk, die schotel mag jij houden. Die schotel, die geef ik jou terug. Ik wil die schotel niet meer, die mag je houden. Ja. Ik neem mijn deel van de spullen mee. Dan heb ik een mooi beginnetje. Voor ergens anders. Jammer, je kan mij toch maar niet zo in de steek laten, jongen. Je weet toch wel dat jouw vader niet op eigen benen kan staan. Hier, neem dat hart van me. Hier, dat hart van me. Dat houdt het ook niet uit. Erik, dat houdt het niet uit. Echt niet. Jongen, ik geloof dat ik hem er tussenuit knijp. Ja? Ja. Het zijn er dan twee die hier tussenuit knijpen. Ik ga dood, hoor. Ik ga dood. Dirk, ik ga dood. Oh, Dirk. Hey, blijf van mijn vrienden, Kastje. Dat is van mijn vriend. Dat is van mijn vriend. Die is van mij, die heb ik van de week zelf gekocht. Niet eens. Wel eens. Niet eens. Wel eens. Ja, ja. Je hebt het gekocht. Maar van welk geld? Van de zaak! Hé? Dus het is helemaal van mij! Jij wil me bestijlen. Ik weet wel wat jij wil, hoor. Ik weet wel wat jou wil. Een oude, ziekelijke man bestijlen, hè? Zijn spulletjes afnemen, hè? Wat is een barometer? Barometer? Ik weet niks van een barometer. Barometer die ik vandaag gekocht heb, waar is die? Ik heb helemaal geen barometer gezien. Echt niet. Staat dan? Ja. Ukulele soms? Dirk, ik heb altijd graag een barometer willen hebben. Die is van mij, die brengt veel geld op. Ja, jij bent niks aan. Alles staat erop in het Frans. Jij kan niet eens lezen wat veranderlijk in het Frans is. Ik hoef niet te lezen wat veranderlijk in het Frans is, want ik kijk wel naar het raam. Ja, maar waarvoor heb jij dat nodig? Je gaat even patsen. Huh? Alles ga ik verpatsen. Alles heb ik een mooi beginnetje van ergens anders, begrijp je wel? Dan ben ik tenminste iemand. Hier ben ik niemand. Hier ben ik alleen maar een zoon. Ja, maar Dirk, jongen. Ja, loopt u dan het overal achterna? Ik loop jou niet achterna. Nee, dit is toevallig mijn binnenplaats. Ik hoef jou geen permissie te vragen om hier rond te lopen. Goed, loop rond. Huh? Nou, loop er rond. Ik zal wel wachten. Ik wil helemaal niet rondlopen. Nee, je wil mij achterna lopen. Nee, dit wil ik niet. Zie je wel dat je maar vanaan loopt? Je schiet er geen cent meer op van. Mijn plan staat vast. Deze keer is het menis. Ik ga weg! Ja, jongen. Dirk, weet je het nou heel zeker? Heel zeker. Jij kan hier je leven lang nog blijven, maar ik heb nog een heel leven voor me, hoor. Die zaak is een blok op mijn been. Dat je nog 25 jaar in het lomperaar moet betalen vanaf de schoolbanken. Oh, en zo slecht heb jij niet geboerd. Nee. Je hebt een barometer, je hebt een eigen wijnkelder. En er is een heus die van jongens van jouw leeftijd die een eigen wijnkelder hebben. Al die jaren heb je me gedergd. Met je hoofd en met je hart en met je been heb je me gefnuikt. Gefnoken? Gefnuikt! Wou eens wat. Altijd wou ik al eens wat. Ik had iets willen worden, een persoonlijkheid of directeur van een bedrijf. Een geweldig bedrijf. Of in de politiek, want de kopje had ik wel, hoor.
Nee, ik moest tegen heugenmeug moest ik voor jou in het lompenauwe betalen vak. Je hebt je vastgeplakt aan jezelf en aan die rotte geknol van je. Jij met je gemiemel. Gemiemel en getreiterd de ganse dag. Maar het is nou genoeg hoor, ik breek eruit. Ik zal de wereld wel eens laten zien wie directief ben is. Jij houdt me ook niet meer tegen. Help eens, Handje. Neem je die kast ook mee? Nee, toch? Maar die is van mij, moet ik er eens mijn kleren ophangen. Je hebt geen ijskleren. Nee, maar dat komt nog. Tientallen kostuums, hoor. Keurige kostuums. En schoenen. Maatwerk. En zij overhemden. Met mijn naam erin. En hoeden. En stropdassen. Maar jij hebt een stropdas. Oh, maar dan heb ik een massa's. Dan ga ik elke morgen even voor de spiegel staan kijken wat ik aan zal doen. Misschien wel twee. En dan laat ik me naar mijn werk brengen door een chauffeur met een bolhoed op. Oh, is dat die mooie betrekking waar jij het over hebt? Nee, maar dat komt. Ik werk mij op. Huh. En dan is het eind zoek, hoor. Die man die ziet iets in mij. Huh. Dan heb ik een huis met een tuin en een vrouw. Verschijnende vrouwen. Keurige mensen allemaal, hoor. Die je neus niet op hoeven trekken omdat de man voor de baas is. Ik ga je één ding zeggen. Dirk Stief bij je maakt carrière. En help nou eens een handje. Ah, kalm aan, Dirk. Kalm aan, je bent ook geen 20 meer, hè. Oh. Dat is een kawaiiën, kan je erg bij me zieren. Goed, ik neem hem even aan het kontje. Kom dan maar. Alleen, op. Maar niet zo hard van dikke mijn been. En dat daar is ook nog van mij? Nee. Ja. Hey. Je zal er helemaal niet meer staan in mijn studeerkamer. Nee, ja, allemaal. Als ze meteen zien dat ik een man van beschaving ben, ja. Zie ze meteen met wie ze te maken hebben. Ja, mooi, hè. Zeg, Dirk, moet je de kacheltje niet meenemen? Baas, probeer jij je rommel aan de ander kwijt te raken, hè? Zo'n kacheltje voor de directeur van het bedrijf? Ja, geen fout. Je laat de bibliotheek bouwen met een mahoniehouten lambrisering. Prachtige boekenkasten. Doe dan het plafond vol met boeken. Hebben we boeken? Ja, dat is het. Oh, jij gaat golf ook zien, hè? Ja, tuurlijk. Als jij dan. Ja. En alle bedrijfsdirecteuren komen niet onderuit. Nee. Dan gebeuren de grote zaken, begrijp je wel? Je zit hier de hele dag op het kantoor. Dat is ouderwets. Ja. Je loopt er eens een keer uit. Ja. Voor een cocktailtje in de bar. Om een golfje te maken. Ja, ja. Dan maken wij de grote zaken af, mannetje. Kijk, mijn secretaris let wel op. Het ondertussen kantoor. Alles goed marcheert. Ziezo. Die dingen zal ik ook nog meenemen. Mooie reservebandjes voor mijn auto. Oh ja. Gaat het, jongen? Heel goed. Hey, Dirk. Hier staat nog een hele knappe oude accu. Ja, die is ook nog van mij. Zet me op de kar, dan zorg mijn chauffeur wel voor. Oh. Nee, nee. Huh? Nou, het was het wel zo'n beetje, hè? Ja. Mocht u nog meer nodig hebben, dan kom ik wel langs, hoor. Zo. Ik het paard eens even. Het paard krijg jij niet. Dit heb ik nodig. Het paard is van mij? Laat je even. Ik moet het alleen maar eventjes lenen. Ik moet om mijn spulletjes nooit verhuizen. Een goed woord voor over gaat. Je hebt altijd een hekel aan de paard gehad. Je krijgt er niet eens van mij. Maar ik heb het beestje nodig. Hoe kan alles mijn spulletjes verhuizen? Interesseer me niet. Het paard krijg je niet. Nee? Goed. Hou jij je stinkende knol maar hoor. Ik heb al leven lang geen gunsten van je willen aannemen. En dan nemen ze nog niet, mannetje. Nog een reden om hem te smeren. Stap ik nou maar op. Het spijt me dat het zo moet aflopen. Maar ja, als je een kans krijgt in het leven, dan moet je die aanpakken. Hè? Kan helemaal niet anders.
Ik... Hij kon er wel een keertje langs. De boze bui van zakt is. Ziens. Tot ziens. Staat hij soms op de rem? Nee. Mooi. Nou, dan ga ik naar maar, hè. Ziens. Tot ziens. Je mag wel voortmaken trouwens, hè, want het wordt al knap donker. Ja, nou, ik red het wel hoor, dat komt best voor me ook aan, maak je me niet ongerust. Word je nog ver? Tamelijk, maar ik kom er wel als ik helemaal onderweg ben. Ja. En even goede vrienden. Jo. Ja. Ik bedoel, ja, een mens moet toch ook eens een keer aan zijn eigen denken, nietwaar? Ik had die zo in de knel, helemaal in de prut. Ja, als ik nou niet ga... Dan komt het er nooit meer van. Dat is mijn idee, hoor. Tot ziens. Tot ziens. Zeg, zal ik de poort alvast voor je openzetten? Want jij zal toch een aardig vaartje moeten zitten tegen die drempel op. Ja, nou, ik red het wel. Nou, maar dan doe ik het wel even. Kom op nou, rotkar. Schiet nou op! Ik moet hier weg. Kom nou. Dirk, luister eens naar me. Ja? Zal papi even een lekker kopje koffie voor je zetten? Ja? Dan heb ik nog een paar lekkere worsties. Die zal ik even opwarmen. Weet je wel, die worsties die jij zo lekker vindt? Ja? Kom dan maar mee. Kom dan maar mee met papi. Ja? Het is nou toch geen tijd meer om de hoort op te gaan. Je zou nog licht op je kar moeten hebben. Hè? Nee, dat doen we daar niet meer, hè, vandaag. Hè? Toch ga ik weg. Ik ben niet blij. Tuurlijk, jongen, tuurlijk. Hè? Maar een ander keertje. Bijvoorbeeld zaterdagmorgen. Hè? Dan is er ook minder verkeer op de weg. Voor jou niet, hè? Ga nou eens even lekker zitten. Hè? Zo. Schuif nou even lekker bij. Hè? Weet je wat wij dan doen? Morgenochtend... Laaien wij die karf. Hé? Met z'n tweetjes. Toch ga ik weg. Ik blijf hier niet. Ik neem die mooie betrekking aan. Tuurlijk, jongen. Tuurlijk. Maar een ander keertje. Hé? Die principaal die houdt echt die mooie betrekking voor jou wel open. Hé? Nou. En als hij het niet doet. Dan blijf je gewoon bij papi. Hé? Dan komt er wel weer een nog mooiere betrekking voor je. Hé? Of niet? Ja, jongen. In al die tijd, dan blijf je lekker in de zaak. Dan verdienen we centjes. En des te beter is jouw beginnetje voor een volgende betrekking. Hé? Of niet? Ah, Dirk. Zo'n flinke knaap als jij. Je gaat je toch niet voor een appel en een ei verkopen aan de een of andere mooie betrekking. Thank you.